Tweede Wereldoorlog 1 komen herdenken. Het is ook een heel erge situatie dat er mensen en zelfs kinderen gestorven zijn. Dat vinden we allemaal heel erg. Meer dan 1000 Hasseltse leerlingen herdenken 100 jaar Grote Oorlog. De kinderen plaatsen chrysanten op de monumenten en graven van gesneuvelden. Dat doen ze samen met Pracht, het Stedelijk Comité voor Gevelversiering. Wij houden ons bezig met het groen in Hasselt. In eerste instantie was het enkel de gevelversiering en werden de gevels op bebloeming nagekeken en de mensen kregen daar een prijs voor. Later is het uitgebreid naar groen in gans Hasselt en proberen wij zowel de jeugd als de gezinnen als de oudere bevolking van Hasselt te stimuleren om Hasselt zo groen mogelijk te maken. Ik ben vandaag gekomen om mensen die gesneuveld zijn in de oorlog, om hun mensen een wens te geven. En van sommige mensen is dat misschien familie en is dat heel erg. Dagelijks wordt er een kerkhof of een beeld of een monument in verband met de oorlog in de bloemetjes gezet door de kinderen van Hasselt om die grote oorlog te herdenken. En we willen hun er ook attent op maken dat het niet alleen hier oorlog is, maar ook elders in de wereld. En dat we liefst willen dat dat nooit meer gebeurt. En vandaar dat zij aan het einde ook een witte ballon oplaten met nooit meer oorlog voor de Hasseltse kinderen. Ik hoop dat er geen oorlog meer is, dat de kinderen gelukkig zijn. Ik wil niemand dat meer gesneuveld is in de oorlog en dat nooit meer oorlog gebeurt. Nooit meer oorlog, dat doet ons heel veel verdriet. Ze waren ook heel aandachtig. Ik denk ook dat ze wel aandacht hebben voor die oorlog die er geweest is. En vooral die mensen die gestorven zijn. Ze zijn ook eens gaan nadenken over de kinderen die nu in oorlog wonen. Ja, en ballonnen oplaten is altijd leuk, natuurlijk. Op het Oud-Kerkhof liggen 47 Hasseltse soldaten begraven. En op de gedenkmuur worden 150 gesneuvelden herdacht. In totaal zijn er in Hasselt meer dan 1500 chrysanten geplaatst. Zoek jij nog een bloemetje om je overledene te herdenken? Dan kan je ook dit weekend weer terecht op de jaarlijkse bloemenmarkt aan het kerkhof Kruisveld Kerkhofstraat. Into my...